Dragon zet jouw spraak om in tekst. Terwijl je tegen jouw computer praat, verschijnen de woorden die je zegt op het scherm. Dus in plaats van typen ben je aan het praten of dicteren. Dicteren is anders dan het voeren van een normaal gesprek en vereist de nodige oefening. Bij dicteren moet je de volgende zaken hardop uitspreken. De woorden van de tekst. Alle leestekens en symbolen, zoals punt, komma, aanhalingsteken en teken. Nieuwe regels en nieuwe alinea's. Hoofdletters of andere opmaak van de tekst. Onthoud dat je kan dicteren in elke applicatie. Tijdens deze demonstratie gaan we dicteren in Dragon's eigen Dragonpad. Dit is een prima plek om je dicteren te oefenen. Klik eerst op de microfoonknop in de Dragon-balk om de microfoon te activeren. Klik vervolgens op het extra menu. Klik dan op Dragonpad om Dragonpad te openen. De kat krabt de krullen van de trap. Nieuwe alinea. Op zondag zal het orkest optreden in het Fox Spatie Theater. Kapitaal Theater. Vetschrift krullen. Onderstreep zal tot optreden. Cursiefschrift Fox. Dragon past automatische opmaak toe op bepaalde typen tekst zoals datum en tijd, titels, adressen en postcodes, URL's en e-mailadressen. Hier volgt een demonstratie. Er zal op 2 juni 2015 een receptie gegeven worden door Dr. De Waard om 20:30 in het verblijf op Blijstraat nummer 1, 1234 AB te Amsterdam. Punt. Nieuwe alinea. Voor meer informatie kunt u bellen met 06-1234-5678 of een e-mail sturen naar jan.jansen@nuance.com. Ook kunt u kijken op de website www.receptiedewaard.nl. Hier volgen wat tips voor het dicteren in Dragon. Praat duidelijk en natuurlijk, niet te zacht, maar ook niet te hard. Denk na over wat je wilt zeggen voordat je hardop gaat praten. Probeer in volledige zinnen te praten. Probeer het spreken met één woord tegelijk te vermijden. Oefen met het hardop praten. Probeer te wennen aan het vormen van gedachten en ideeën terwijl je hardop praat. Probeer niet meteen in het begin alle tekst perfect te maken. Je kan een tekst altijd later nog wijzigen met je muis en toetsenbord. Je hoeft niet alles te doen met spraakopdrachten. Gun jezelf de tijd om te oefenen en om Dragon spraakopdrachten te leren.